Wat geeft de NEC voor indruk op jou als je het vergelijkt met vorig jaar? Het lijkt erop dat er nog wat meer voetbal in zit. Een balletje gaat soepel rond. Klopt, we trainen heel veel positiespel, heel veel kleine partijtjes en heel veel passen trappen. Dat zie je ook wel in de wedstrijden. We durven de ballen tussendoor te spelen, tussen de linies en straalt gewoon goed uit. Nog even wat anders, jouw internationale carrière, ja, die gaat gewoon door, hè? Klopt, ik ben weer uitgenodigd voor de Arabische selectie. Volgende maand spelen we twee wedstrijden. En, tegen een heel apart land. Ja, Vincent nog wat, maar ja. Dat zo gaat het op de Caribbean en je weet niet wat je daar aantreft, maar ik heb er wel veel zin in. Als jullie dan doorkomen, ja, dan wordt het echt leuk, hè? Ja, ik hoop dat er ook nog wel trouwens een paar versterkingen bij komen. Misschien geven spelers nu wel een signaal dat ze willen spelen voor de Arabische elftal, maar het is heel leuk. Zo ook familie weer om je heen, dus ik heb er zin in. Ja, maar jullie kunnen echt ver komen. Als je dat aparte land uitschakelt, dan kom je in de pool terecht, toch? Klopt. We hebben nog dus de laatste ronde in principe en dan kom je in de poolfase. En het kan een droom zijn die werkelijkheid wordt. Dus we gaan het zien. Eerst even wat wedstrijden met NEC spelen. Ja, klopt. We hebben eerst natuurlijk competitie volgende week en dat is nou momenteel het belangrijke.